Op internet kun je gratis kaders vinden om te gebruiken in Photoshop Elements. Maar hoe gebruik je die kaders eigenlijk? Op het ogenblik kun je op deze website 50 kaders gratis downloaden. Je ziet hier de URL staan. Deze kaders heb ik ook gedownload. Je ziet ze hier staan in de organizer. Zoals je ziet, zijn sommige kaders zwart met een witte rand. En sommige zijn juist wit met een zwarte rand. Deze twee huwelijksfoto's ga ik in een kader plaatsen. Ik selecteer de twee foto's en twee kaders. En ik klik hier om ze te openen in de editor. Als je het fotovak open klikt dan zie je hier de vier geopende foto's staan als tenminste dit vakje op geopende bestanden tonen staat en anders zet je het daarop. Dit kader wil ik graag gebruiken voor dit bruidspaar hier. Maak het verplaatsgereedschap actief. Open het fotovak weer en sleep de foto naar het kader toe vanuit het fotovak. Omdat je het verplaatsgereedschap net actief hebt gemaakt, kun je nu via de hoekpuntjes de foto in de juiste verhouding nog wat vergroten of weer verkleinen. En als je klikt in de foto, kun je deze ook nog verschuiven. Soms gebeurt het dat je de hoekpuntjes niet meer ziet omdat ze niet meer in beeld passen. Geen nood. Als je de toetscombinatie Ctrl-0 gebruikt. Dan wordt de weergave op het scherm wat verkleind zodat je de hoekpuntjes weer ziet. En als je tevreden bent, klik je op het groene vinkje. Met een dubbelklik op het handje is de foto weer groter in beeld. In het deelvenster lagen zie je nu een laag met de achtergrond, het kader en daarboven een laag met de foto van het bruidspaar. Om de mooie witte rand van het kader om de foto te krijgen, ga je de overvloeimodus wijzigen. Die staat nu op Normaal. De truc is nu om de overvloeimodus op Bleken te zetten. Nu zie je de mooie witte rand om de foto verschijnen. Als je niet helemaal tevreden bent met de positie van het bruidspaar in het kader, dan maak je het gereedschap Verplaatsen weer actief. En pas je de grootte nog wat aan. Eventueel gebruik je daarbij de toetscombinatie Ctrl-0 om de hoekpuntjes weer te zien. Nu hoef je de foto alleen nog maar op te slaan als een nieuw document. Ik doe dat nu niet en ik sluit de kader met de foto. En ik sluit ook de foto met het bruidspaar. En ik open het fotovak weer. Nu wil ik graag dit kader gebruiken voor deze foto. Maar de foto is landscape en het kader niet. Dat los ik op door het kader te roteren. In het menu Afbeelding, Roteren, kies ik voor 90 graden linksom. En ik sleep het bruidspaar naar het kader. Ook nu kun je de foto nog wat vergroten, verkleinen of verplaatsen. En met een dubbel klik op het handje is de foto weer groter in beeld. Ik ga de overvloeimodus van de fotolaag weer wijzigen, omdat dit kader wit is met een zwarte rand, gebruik ik nu niet de overvloeimodus bleken, maar vermenigvuldigen. Nu heeft de foto een zwarte rand. Eigenlijk ben ik meer gecharmeerd van een witte rand. Dat kan ook. Ik selecteer eerst de laag van het kader, de achtergrondlaag. En dan gebruik ik de toetscombinatie Ctrl-I. Wat zwart was, wordt wit en andersom. Nu moet ik wel de overvloermodus in de bovenste laag weer op bleken zetten. Dit bevalt mij beter. Je kunt natuurlijk ook je eigen kaders maken. Je begint dan bijvoorbeeld met een zwart vlak en met leuke witte penseelen maak je zelf je rand. In Photoshop Elements zit ook een hulpmiddel om zelf kaders te maken. Klik daarvoor op met instructies en kies voor de speciale bewerkingen. Hier zie je de kadermaker staan. In onze online cursus bij Photoshop Plezier leer je hoe je zelf een kader maakt met behulp van deze functie. Ben je nog niet zo handig met lagen en overvloeimodi? Overweeg dan zo'n hele duidelijke Photoshop Element cursus bij Photoshop Plezier.